De integrale aanpak van de overlast van dealers bij het Vlaamse Gas en de Tweede Walstraat kan ongewenste gevolgen hebben voor onschuldige bewoners, pandeigenaren en ondernemers in het gebied. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls woensdagavond op de politieke avond in het stadhuis. Het aanpakken van het gebied, dat een kwestie van jaren zal worden, kan betekenen dat mensen hun heil elders moeten zoeken. In het uiterste geval gaat de gemeente over tot het opkopen van panden. Wethouder Ben van Hees heeft een bureau ingeschakeld dat zich buigt over acties die in het gebied ondernomen kunnen worden. Binnen 2 tot 3 maanden moeten de eerste acties uitgevoerd worden. De markt moet zich meer aanpassen aan de ontwikkeling van de binnenstad. Dat vindt wethouder Ben van Hees. In de nieuwe marktverordening worden de vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd verleend. 5 jaar voor één van de 8 vaste standplaatsen in de stad en 10 jaar voor een plek op de markt. De wet schrijft volgens Van Hees voor dat er alleen nog vergunningen op tijdelijke basis verleend mogen worden. Zowel marktkooplui als verschillende politieke partijen maken zich hier zorgen over. Je had vandaag de laatste mogelijkheid om je fiets op te halen uit de oude fietsenstalling in Wijchen. Op 20 november werd de nieuwe stalling geopend, maar er bleven een aantal weesfietsen achter in de oude stalling. Daar hing de gemeente Wijchen waarschuwingslabels aan. Maar na vandaag worden ook die fietsen verwijderd. De fietsen zijn nog 13 weken lang op te halen bij vraag en aanbod aan de Kamerling Onnesstraat in Wijchen. En of deze fiets vandaag ook wordt opgehaald, dat is nog maar de vraag. Al tijden wordt er geklaagd over de veiligheid van de Van Heemstraweg bij Winsen. Daarom stelde PvdA-raadslid Simon Versluis vragen aan het Beuningscollege van burgemeester en wethouders. Het college antwoordde dat er voorlopig niks gebeurt aan het smalle fietspad en het onoverzichtelijk kruispunt met de Leegstraat. Alleen de planten, bomen en borden die al gepland waren, komen er nog bij. Een deel van de Van Heemstraweg bij Winsen werd deze zomer aangepakt, maar volgens weggebruikers is het er alleen maar onveiliger op geworden.